Ciao bella ciao bella ciao 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 we willen toch gaan en niet verzakken. Dit jaar vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Maar dat ging niet zonder strijd. Er werd gestreden hier in de stad Groningen en op het platteland. Maar hoe zag die strijd voor vrouwenemancipatie eruit? Welke feministen stonden op? En hoe zat het met die gelijkheid tussen mannen en vrouwen? En hoe zit dat tegenwoordig? Voor antwoorden op die vragen gaan we terug in de tijd. En ik heb afgesproken met historica Iris, die kan me hier alles over vertellen. Dat doe ik in het Concerthuis, want blijkbaar heeft dit gebouw een bijzondere link met het feminisme. Laten we naar binnen gaan. Hey Iris, we zitten hier in het Concerthuis. Ja. Jij gaat me meenemen eigenlijk in die eerste feministische golf. Maar leg eens uit. Nou, in het Concerthuis kwamen de vrouwen in Groningen kwamen samen. Kwamen, hier gebeurde het. Hier hadden ze vergaderingen, hier hadden ze lezingen over de vrouwenkwestie eigenlijk. En wat was die vrouwenkwestie? Want kan je ons even mee terugnemen naar 1900, het begin? Hoe was het leven toen voor een vrouw in deze maatschappij? Het leven van de vrouw, je zegt wel, het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Maar ja. Het was gewoon zo. De vrouw stond achter het aanrecht, deed het huishouden, het opvoeden en kreeg kinderen. Dat was het. En je hebt dus, en het is ook breder hier in Groningen, omdat in Groningen was dus de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. Maar was er ook naast de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht de Groningen Vrouwenbond. Okay. En die zei van oké, kiesrecht is één, dat is mooi, dat is prima. Maar we willen eigenlijk meer. Ook op nationaal gebied, er zijn 3 Groningse vrouwen geweest. Ja? En zij hebben de nationale tentoonstelling voor vrouwenarbeid geïnitieerd in Den Haag. En die tentoonstelling is gehouden ter ere van dat Wilhelmina koningin werd, zeg maar. Er dus, waren Groningse vrouwen die dat voor elkaar kregen. Groningse vrouwen. Dus eigenlijk waren wij hier in Groningen een soort voortrekkers van de kracht van het feminisme. Hoe staat het met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen anno 2019 als ik de straat op ga? Ik denk dat we een heel eind zijn gekomen, zeker als je dan een vergelijking maakt, dus 150 jaar geleden. Maar ik denk dat er zeker nog wel wat te winnen valt. Dat is wel een hele generale vraag. Ja, maar... Wat vind jij van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Nou, bij ons in Nederland vind ik dat aardig gaat. Maar er zijn nog plekken op de wereld waar er nog het een en ander aan gedaan kan worden natuurlijk. Ja. Wat gaat er aardig dan in Nederland? Nou ja, god, volgens mij wordt er goed gestreden voor gelijk recht. Zijn we al op heel veel vlakken gelijk. Er wordt nog wel eens gezeurd over het salarisverschil en dat soort dingen. Nou, volgens mij zijn we daar aardig hard aan het werken, maar... Ja, ik denk dat wij hier in Nederland best trots mogen zijn. Ik denk dat het nog wel een beetje beter kan. Als je ook kijkt naar lonen, is het nog steeds wel hetzelfde. Dat mannen nog steeds wel meer verdienen in bepaalde bedrijven. Wat kan beter? Alles eigenlijk. Vrouwen verdienen niet hetzelfde. Vrouwen hebben niet echt... Iedereen loopt een beetje over vrouwen heen, heb ik het gevoel. Een man luistert niet echt naar de mening van de vrouw. Dus alles kan beter. Nou, ik zou wel zeggen dat vrouwen al aardig gelijk zijn aan mannen. In sommige opzichten niet. Lonen en dat soort dingen wordt nog veel over gepraat. Maar ik zou zeggen dat we over het algemeen best wel gelijkwaardig zijn op dit moment. En dat is best mooi, dat is goed. De tweede feministische golf. We gaan terug naar het jaar 1970, 1980. Dan doen we met Ines, Fenna en Gieneke hier bij het Harmoniegebouw. Dan wil ik eigenlijk allereerst even beginnen met de tweede feministische golf. Het is een mond vol, maar wat is dat precies? Ja, dat begint een beetje halverwege de jaren 60. Vrouwen ontdekken dat ze eigenlijk niet helemaal de baas zijn, of helemaal niet de baas zijn. Je kon nog ontslagen worden als je zwanger werd, je kon nog ontslagen worden als je ging trouwen. De pil kwam op of moest in het ziekenfondspakket, abortus moest gelegaliseerd worden, het moest niet meer in achterkamertjes met breinaalden komen. Ja. En zo kwam middels man-vrouw maatschappij, allerlei andere bewegingen, die emancipatie van die vrouwen op gang. Totaal andere tijd eigenlijk, ook de dingen die je noemt, ik kan me nu niet eens meer voorstellen. Nee. Maar naar welke tijd gaan we terug voor jullie persoonlijk? Waar hebben we het over? Dan hebben we het vooral midden jaren 70, begin jaren 80. Wat deden jullie? Ik heb al wat dingen horen vallen. Café Dikke Trui, jullie werden vrienden, of misschien moet ik het niet zo noemen. Wat gebeurde er in die tijd? Nou, in eerste instantie, het begin ligt bij de vrouwenhuizen. Het allereerste vrouwenhuis in de Raamstraat, Ines? Ja, ja. Raamstraat. 76. Ja. De vrouwenhuizen waren heel maatschappelijk gericht. Met de bedoeling ook dat iedereen daar moest kunnen komen. Behalve vrouwen dan, hè? Alleen vrouwen ook. Alleen ja, vrouwen. Van de plattelands
en huisvrouw tot de meest anarchistische lesbopot, zeg maar. Ja. Iedereen moest daar kunnen komen, was in de praktijk ook niet helemaal zo, maar dat was wel de opzet. En waarom moest dat? Waarom moesten die vrouwenhuizen er volgens jullie komen? Omdat vrouwen moesten elkaar onderling sterk gaan maken om zeg maar al die gevaren te trotseren. Nou, chargeer ik heel erg, maar vrouwen konden daar in een relatief veilige omgeving dingen leren. Dat ging over timmeren, dat ging over elektriciteit, maar het ging ook over vrouwen in de overgang, lesbische vrouwen. Bijna alle levensvraagstukken en ontwikkelingen. Alle levensvraagstukken kon je daar met name onderling, zonder dat mannen zich daarmee gingen bemoeien of gingen uitleggen hoe ze het moesten doen. Nee, dat deden we zelf. Toen ik op de pedagogische academie zat, zei iemand van, ja, je bent wel heel leuk, maar voor een vrouw heb je een veel te grote bek. Dat was echt de tendens een beetje toen. Maar aanstaan. Ja, maar had ze ook wel een grote bek. Nee, maar dat is natuurlijk onszelf. Wat gingen jullie doen? Noem een paar concrete voorbeelden. Jullie willen ruimte, jullie waren klaar met dat oude systeem, met die mannen aan de macht. Wat deden jullie concreet? Ik zat toen nog veel in het vrouwenhuis. Toen hoorde ik van Vrouwencultuurcentrum Dikke Trui. We zouden samen gaan bouwen, we zouden cultuur gaan maken, literatuur. Alles in één ruimte. En dan zouden we met elkaar daar die een nieuwe cultuur een maken. Een nieuwe cultuur scheppen. Klinkt heel idealistisch ook, hè? Was het. Hadden jullie een primair doel? Iets waar jullie echt naartoe... Kan je dat in een... Een paar woorden uitleggen. Ja, roldoorbreking. De positie van de vrouw verbeteren. Steeds maar weer doorgaan met het verbeteren van de positie van de vrouw. Ja. Wil je nog iets meegeven misschien aan jonge vrouwen, misschien met een migratieachtergrond, die niet helemaal goed meekomen, om toch ervoor te gaan? Ja, ik denk, je kunt dingen alleen maar veranderen door het te doen. Niet op je reet blijven zitten. Je kunt dingen alleen maar veranderen door te doen. Wel op dingen af te stappen. Je maakt alleen maar het verschil door het verschil te maken. Dat was mooi. Wij gaan door naar Martine van Rooyen. Ach, doe zij je schreef Martine een, de groeten? Ja, zij doen wij. Je kent haar. Ja. Ja. Zij schreef een boek over haar moeder. De verschrikkelijke vriendinnen van wij, mijn moeder. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij. Wij gaan die kant op. Ja. Martine, wat fijn dat je er bent. En je krijgt de groetjes van Fenna. Zeg het je nog wat? Fenna Bessijn, ja. Ja. Van Ines. Ja, oh leuk. Ja? Ines, ja. Is dat een leuke vrouw? Ja, ze vind ik een leuke vrouw, ja. Ze zeiden al direct, doe de groeten. En ze heeft ook een mooi boek geschreven, De Verschrikkelijke Vriendinnen van Mijn Moeder. Ja. Klinkt al, bizar. Even kort samengevat, waar gaat het over? Het gaat over het vrouwenhuis, hier in de Raamstraat. Mijn moeder die kwam daar begin jaren 70. Die nam haar vriendinnen ook wel eens mee naar huis. En wij zeiden, oh, die vreselijke vriendinnen. En wat heeft zij toen precies gedaan? Zij ging hier bij dit vrouwenhuis. Ja. Wat speelde zich er af binnen die muren? Ja, wat zij hier vond was solidariteit. Vrouwen die net als zij zich los wilden maken van hun mannen. Niet per se scheiden, maar die vrouwen wilden ook werk. Kan je nog teruggaan naar een avond op je 13e? Ze komt binnen, ze vertelt je dingen over seksualiteit, over... Nou ja, ze had bijvoorbeeld... op een gegeven moment had ze zo'n eendenbek, waar een gynaecoloog bij een vrouw mee naar binnen kijkt. Ja. En ze hadden hier een zelfhulpgroep. En dan gingen ze met zo'n ding bij elkaar naar binnen kijken, met zo'n eendenbek. En, of met een spiegeltje bij zichzelf. En mijn moeder nam dan dat mee en die zei dan, nou, dat moeten jullie ook, hè, tegen mij. Jongens. En wat is daarvan de link met feminisme of een vrouwenemancipatiegolf? Nou, het is bevrijding. En nu, ook door het schrijven van mijn boek, heb ik ontdekt waar mijn moeder zich van moest bevrijden. Waarvan? Een keurig net meisje, praat niet over seksualiteit, is onderdanig, is gehoorzaam. Is netjes gekleed. Nou, al dat juk was zij van zich af aan het vers. Als schrijfster, hè? Ja. Even visionair. Hoe gaat de toekomst eruit zien op het gebied van vrouwenemancipatie? Ja, ik denk sowieso dat er nog een paar generaties overheen moeten. Voor dit soort patronen eruit gesleten zijn. Wat denk jij? Ik heb vandaag de hele dag gesproken met veel feministen, moderne en ouderwetse. Ja. Ik denk als ik ook als man meer omga en meer van dit soort verhalen hoor. Ja. Heb ik daar veel vertrouwen in? Ja, dus we moeten blijven vertellen. En samenkomen. Ja. Misschien net zoals jouw moeder deed. Ja, ja. Wie weet, ja. Hoe zit het met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen? In mijn eigen relatie vrij goed. Maar hoe zit het in de samenleving? En hoe zit dat hier in Groningen?
Ik heb afgesproken met Jolijn Kreuzberg van Vrouwen Emancipatieorganisatie Van Hully. Hey Jolijn, ik ben wel benieuwd, wat doen jullie precies bij Van Hully? Bij Van Hully doen we eigenlijk verschillende dingen. De vrouwen doen werkervaring op doordat ze in een team werken aan de productie van de boxershorts en van alle andere producten die wij maken. We werken ook, ze doen school, hè. Ze gaan ook naar school. Dus dan hebben ze een entreeopleiding en hebben ze een officieel diploma. Dat is geen naaiopleiding ook, het is gewoon een algemene dienstverlening en zorgopleiding. We werken heel hard aan de taal. Hun Nederlands gaat echt met sprongen vooruit. Waarom is het zo belangrijk, vooral bij de vrouwen van jou, om die taal machtig te zijn? Ja, ik heb gemerkt, doordat ik dit doe, waar gewoon Nederlandse taal constant in terugkomt. En het zit in, als je een brief krijgt van de gemeente en die begrijp je niet goed. Je ziet alleen dat logo en je denkt van, oh mijn god, dat is belangrijk. Als je op school bij ons rekenen krijgt, dan zijn het vaak ook verhaaltjessommen. Dus dan kun je in je eigen taal misschien best wel prima rekenen. Maar als er staat van Pietje koopt 5 appels... en je begrijpt dat niet, dan heb je al een probleem. In Nederlands alles gericht op taal. En zeker als het niet gaat om hoogopgeleid, dan kom je met Engels ook nergens. Dus je moet gewoon zorgen dat je taal goed leert. Volgens mij ben jij ook een power vrouw, de slurry van Van Hully. Ja, waar heb je dat vandaan? Heb ik ergens gelezen. Ja. Leg eens uit. Ja, ik ben helemaal een beetje spijt van die opmerking. Maar goed, ik heb dat gezegd omdat, weet je, Van Hully, sinds ik daarmee begonnen ben, het haalt het allerbeste uit mij naar boven en ik doe er ook alles voor. Het gaat ook ten koste van mijn sociale leven, maar ik heb er wel echt een heel bijzonder en rijk leven voor teruggekregen. In de zin van dat ik, ik kan gewoon een bijdrage leveren. En als ik dat kan, dan moet je dat doen en dan moet er gewoon heel veel wijken. En zo heb ik dat op een gegeven moment genoemd van u vraagt, wij draaien, ik ben de slurry van jullie. Hey, heb je ook een concreet voorbeeld van hoe je die vrouwen echt in de praktijk helpt? Ik kwam laatst ook een vrouw tegen op de vismarkt en die kwam dan naar me toe. En dat is dan altijd leuk om te zien en te spreken. Ja, die is nu bezig om allerlei oudere mensen te begeleiden naar de tandarts en naar de dokter. Wat goed. Ja, dus dat is echt, dat zijn mooie ontmoetingen. En nu je het toch over die vismarkt hebt, laten we maar naar die vismarkt toe gaan. En wat vrouwen anno 2019 vragen, wat zij vinden van vrouwenemancipatie tegenwoordig. Ja, volgens mij was het gisteren nog in het nieuws dat er iets van 30-40% vrouwen op topposities zitten. Dus van mij kan dat wel een stukje beter. Hè. Dat is eigenlijk op weg, maar ik kan dat wel een stukje beter volgens mij. En waarom vind je dat belangrijk? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, dat lijkt mij logisch. Of spreekt het bijna voor zich? Dat spreekt eigenlijk voor zich. Ik denk dat als je een weerspiegeling hebt van de maatschappij, en een beetje, dat lijkt me logisch dat je dat ook op die manier in allerlei posities terugvindt weer. Nou ja, het is wat ik hoor, dat vrouwen bezig op hun bek zijn in een hoge positie, maar ik heb geen idee. Nee hoor. Dus het is volgens jou wel goed? Ik vind het allemaal wel prima. ik vind het allemaal wel goed. Hè. Zolang we niet te veel zeuren, vind ik het allemaal prima. Nou, we hebben de mogelijkheid om te kiezen en te stemmen. Het is heel fijn om gekozen te worden. Maar ja, als je kijkt naar de situaties, is het nog steeds zo dat er nu weer de discussie over een vrouwenquota. En ik was ergens van, misschien moeten we het gewoon omdraaien en zeggen, we moeten een mannenquota hebben. Nou, dat je zegt, maximaal 70% mannen. Dat klinkt heel anders dan minimaal 30% vrouwen. Want dan hoor je eigenlijk pas hoe belachelijk het nog steeds is.